de Burj Khalifa. Oké, ik zal jullie even van dichtbij laten zien dat ik echt helemaal niet zo gek heb geschoten hoor. Moet je even vast grip tekenen. Ja, zo leuk. Ja, echt leuk. Ja. Doe normaal. We zijn dus gewoon nu midden in de woestijn. Goedemorgen, ik zit op Schiphol, want wij gaan op vakantie. Justin is even een mondkapje aan het kopen met z'n twee naar Dubai voor een mega leuke samenwerking. Dus ik neem jullie mee. Ik film met mijn telefoon, want dat is af. Daar ben je 10. Voor 100 euro. Voor 90 euro. Ik film dus met mijn telefoon en ik ga alles vastleggen. Dus het wordt een hele leuke reis. Heb je er zin in? Oh, ik zeg mij. Heb je zin in? Ja, zeker. Het wordt heel erg leuk, dus vliegtuig staat er dan, die zal ik jullie even laten zien. Daar staat hij hoor, joepel van het vliegtuig. Niet normaal. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies. Nou, we zijn aangekomen. Ik zou denken, wat mooi, maar dit is gewoon het vliegveld nog maar. Wij gaan op zoek naar onze bagage. Goedemorgen. Het is een beetje ongemakkelijk om te vroegen, want we zitten in de ontbijtzaal. Ik zal zo meteen even goed tegen jullie kletsen, maar we gaan even ontbijten. En dat ga ik jullie natuurlijk even laten zien, want het is zo lekker en veel en groot en alles hier trouwens. Alles is hier veel en groot. We hebben echt super lekker geslapen, maar ik zal jullie er even bij kletsen. In de Uber onderweg naar Old Dubai. We hebben echt super lekker ontbeten vanochtend. Het was allemaal een beetje uitvinden waar nou wat lag en zo, waar we alles konden vinden. Nu zijn we onderweg naar Old Dubai en daar staat iemand op ons te wachten. En dan gaan we daar een rondleiding krijgen, gaan we daar doorheen struinen. Het is echt bizar warm. We hebben nog niet in de zon gestaan, maar in de schaduw is het al echt niet normaal. Dus ik ben heel benieuwd. Echt? 31 graden, holy man. Eerste indruk? Wat is je eerste indruk? Beetje warm. Beetje warm. En alles is zo groot, veel overdreven. Maar wel echt bizar mooi. Dus we nemen jullie vandaag mee. Gezellig. We zijn in Old Dubai en we zijn nu in een, ja, dat is een soort moskee, hè? Waar we zijn. En we hebben dus nu iets gekregen en het is dus een soort thee. Thank you. En ik ga er weer een keertje van mij pakken. Yes, thank you. Ik ga dat nu nemen. We gaan het even proeven. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt heel kakkerig. Best lekker. Het is gewoon thee. Hele sterke thee. Tastes like tea. Ja. It's very light. But is it made of coffee beans? It's coffee beans and some cardamom. Now in this house, because we don't have this big room, we turn the courtyard into a mattress. I like to joke about that. We're just new generation. We like to play with the turbines, you know. We don't do anything else. You will find maybe there's two different headgear. My colleague is wearing something. I'm wearing something else. Is that for rich people or? Usually this is for the, for example, the sheikhs, the ministers, rich people, wealthy people, you can say. That's why I'm not fitting in because I'm neither one of them. Yeah. It's a bit strong. Yeah, perfume. It smells good. We hebben parfum gekregen. Het ruikt gewoon heel erg naar hoe het hier ruikt. Yeah. Don't try this at home because you should be an expert with that. How you make sure that all your body is perfect. So, right? You put it out here. Yes. Nou, hier hebben we dus net een hele mooie spreking gehad. Dat heb ik voor jullie gefilmd. We mochten dus alle vragen stellen die we hadden. Niks was gek. We kregen overal antwoord op. En nu gaan we verder met geen idee. Old
directions, basically. Yeah. You will find like in each house there is maximum two, either one or two. Why is that? Because one, it was very expensive. It's just an error code. So for the small doors, they maintain to have a small door because we appreciate something. It's something very important here, which is the privacy. We zijn dus nu in een moskee. Het ziet er mooi uit. Ja, dat dacht ik een jurk aan. Zoals je ziet moesten we allebei iets langs aan. En ik iets over mijn hoofd, maar het is er zo mooi. Het was echt zo bijzonder. Nu gaan we naar buiten toe, want het is bijna 6:56. Het is bijna 6:56 en dan gaan ze hier bidden. Dus wij gaan nu weer naar buiten. Ik moet nog zeer erg wennen aan deze hitte. Maar top, komt hierheen? Ja. We hebben dus net echt een onwijs mooie tour gehad door Old Dubai. Van twee mannen die hier wonen. En nou, het was zo onwijs interessant. Ik moet zeggen dat ik er eigenlijk niets van wist. En dat ik nu echt alles weet. Zo, die zon. Helemaal zweet op mijn bovenlip. Justin moet er blijven staan, want die heeft een Uber besteld. Huh? Is hij er ook? En nu hebben we vrije tijd. Tot vanavond. Dus we gaan nu de Uber pakken. En dan gaan we naar de mall. Nou, en de mall schijnt echt insane te zijn. En het is bijna lekkerder om binnen te zijn dan buiten, want het is zo insane warm. Niet normaal. Dus op naar de mall en daar gaan we even lekker lunchen, denk ik. Winkelcentrum, maar het is gewoon niet op beeld te krijgen hoe mega groot en mooi het hier is. Echt de allerduurste merken. Niet normaal. Winkelcentrum dan. Winkels hebben onze aandacht niet echt. Maar dit. Kijk hier ook. Het zijn vanavond van die fonteinshows. Dus ze willen hier ergens eten gaan vanavond. En dan. Ram, pam, pam. Pam. Dit stopt gewoon niet. Oh my god, dit is zo bizar hoog. De Burj Khalifa. Natuurlijk, zoals velen van jullie vast al hadden begrepen. Hoog hè? Ja, ik heb beter een witte tas kunnen nemen. Ik voel een hele ding met je passen. Zo. Zoals je ziet is mijn make-up er helemaal af. Dat was ongemakkelijk. Yes. Oeh, make-up eraf. Ander outfitje aan, want we gaan lekker even naar het zwembad. We hebben even 4 uurtjes voor onszelf. Dat gaan we even vieren bij het zwembad. 4? 3. 2. 2,5. 2,5. En dus het is heerlijk. Het zwembad is echt super mooi. Zo. Ja, weer een transformatie. Weer wat anders aan. Want wij zijn nu bij Garden Glow. Nou, ik ga jullie zo meteen laten zien waar dat Glow voor staat. We hebben net een taxi genomen naar de Garden Glow. Dat gaat natuurlijk pas open als het donker is. En dat is het bijna. De zon is, zoals je achter me ziet, bijna onder. En we gaan door dit park heen lopen. En ik ga jullie meenemen. Het ziet er super mooi uit. We hebben vanmiddag lekker bij het zwembad gelegen. Een paar uurtjes. En nu gaan we weer verder met onze activiteiten. Voordat we lekker gaan eten. Ver als ik nu weet, is Garden Glow dus een park. Met allemaal mooie lichtjes. En als je daar kijkt, zie je dat ook wel. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Wij zijn bij Garden Glow geweest. Dat is heel leuk. En nu zijn we weer bij de Burj Khalifa, want we gaan kijken naar de show. Something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real. Zo, we hadden bijna dit besteld, allebei voor onszelf.
Oeps. Ik ga het nu delen en het ruikt echt bizar lekker eten. En ben je met die zwarte plaatjes erop? Ja, dat is goed. Good morning. Ik heb even lekker eitjes laten maken voor Jus en mij. En Jus is broodjes aan het halen. Wij zijn onderweg met onze chauffeur naar Hatta of zo. Hatta. En daar hebben wij allemaal activiteiten vandaag. Waaronder ziplijnen, dat is mega leuk. Het zal nu wel anderhalf uur rijden. Maar dan zie je wel hele mooie dingen zoals je achter me ziet. De woestijn. Dus ik zal jullie even laten zien wat wij allemaal zien. In Hatta, en dat is een plek waar je dus allemaal activiteiten kan doen. En we gaan dus beginnen met het gooien van bijlen. Het ziet er heel spectaculair uit, dus ik ben benieuwd. Yes! Lekker. Oh! Yeah! Nice! So it's supposed to be straight. No, your feet like this straight. Ik zal jullie even dichtbij laten zien dat ik echt helemaal niet zo gek heb geschoten hoor. Zelfs één keer in de rode snel. Midden tussen de bergen zoals je ziet. En we gaan nu hier op een soort trampoline geloven. Oké, ik ben dus nu, ik denk, 3 meter hoog. Daar staat Jus. En dit is dus een trampoline. Oh my god, dit is zo onnatuurlijk! Ja. Ziplijnen met z'n tweetjes naar beneden. En we gaan dit filmen met een GoPro. Dus dat is echt heel nice. Wil je de GoPro upstairs? Ja, I'll give you. Oké, okay, perfect. Oh, ik krijg echt vreselijke Like Me I'm Famous feelings. Echt anders. Word je even vastgeketend? Ja, you can lock this one. Dat was echt onwijs leuk. Ik vond het echt een beetje spannend, maar... Nergens voor nodig. Dat was Hatta. We hebben alles gedaan wat wij hier zouden doen. We zouden hier 4 activiteiten doen. Perfect. Een hele dikke auto. Heel nice. Zijn we nu in een heel leuk restaurantje. Hatta was heel leuk. En nu gaan we lekker Italiaans eten. Want dat doe je in Dubai. En daar is het eten. Nou, ik heb natuurlijk al eentje gehad. Maar het is echt... Zo lekker. Van de lunch hebben we gechilled en nu zijn we bij Global Village. En dat ziet er van de buitenkant echt wel mega mooi uit. We moeten nog naar binnen. Het is dus een soort bazaar, denken wij. Het is zo mooi en zo groot. Ik vind het jammer dat je niet... Oh kijk, het is allemaal in bootjes. Je krijgt gewoon niet op beeld hoe mooi het hier is. Onze derde dag en wij gaan naar downtown en nu wisten we eigenlijk niet zo goed wat het was. Blijkt het gewoon de Burj Khalifa te zijn. Daar zijn we dus gewoon al geweest, dus we gaan nog een keer lekker het winkelcentrum in. Dus let's go. We zijn aangekomen in de mall en daar zijn we ook al geweest, maar we zien nu weer dingen die we helemaal niet hebben gezien de vorige keer. Gewoon een schatbaan midden in het winkelcentrum en net zagen we ook al de aquarium. En watervallen, niet normaal. Al die vissen bij die mensen. Er zwemmen hier dus mensen, zie je het? Alles is hier zo mooi. Alleen is Jus een beetje zenuwachtig, want we kunnen de uitgang niet vinden. Dus we lopen echt al de hele tijd rondjes. Kijk hoe prachtig. Zijn we weer door bij onze geliefde Burj Khalifa. Oh, zo hoog. Dus, we gaan een rondje gaan lopen. Kijk hoe mooi deze huisjes zijn. En nog steeds met de joekel van een Burj Khalifa daar. Die zie je gewoon altijd. Maar dit is echt super, super mooi. Deze wandeltocht hadden we wellicht iets later op de dag kunnen doen. Wanneer de zon onder is of zo. We zijn nu even de schaduw. Maar ik weet niet of je het ziet, maar oh, het is zo warm. Het zweet ons helemaal uit ons naastje.
Maar kijk nou, vet. Even hier wat foto's gemaakt. We gaan nu nog een paar foto's maken. En dan gaan we even kijken waar we gaan lunchen. En dan hebben we een paar uur geen activiteiten. En daar gaan we een hele mooie zonsondergang bekijken. Die zijn hier over het algemeen super mooi. Maar op die locatie nog mooier. Normaal zijn we nu eindelijk buiten bij het zwembad. Echt heel helemaal. Dat zien jullie misschien een beetje. Ik heb al lekker in de zon gezeten zoals je ziet. Sproeten. Oh mijn god, kan je niet sproeten. En we hebben dus nu lunch besteld hier bij het zwembad. Het is echt fantastisch. Dit is wat ik heb. Club sandwich. En Jus heeft lekker een hamburger. Zwembadmiddag in gehad. En we wachten nu op de Uber. Want dan gaan we naar de Frame. En dat is echt mega mooi. Schijnt. En dan gaan we de sunset bekijken. Dus helemaal zin in. En dan lekker ergens eten daar. Dan gaan we weer eens even kijken waar we heen gaan. En hierbij... de Frame. Oftewel een gigantisch grote fotolijst. We zijn boven. Ik moet zeggen dat ik het best wel een beetje spannend vind. En ik had nog een grote mond over dat ik de Burj Khalifa wou beklimmen. Nou, die is daar. We zijn denk ik nog niet eens op de helft van de Burj Khalifa. Wel echt mega uitzicht. En hier ook. Oh, ik ga hier net op staan. Dan kan je zo naar beneden kijken. Kijk wat een mooi uitzicht. Wij zijn aan het wachten op ons eten en hebben dit als uitzicht. En we beginnen met een soepje. Justin met zijn vertrouwde tomatensoepie. En ik met mijn allerlekkerste garnalen. Ik word bijna zelf een garnaal. Wij zijn weer bij onze volgende locatie, namelijk een heel mooi resort. Waar we doorheen gaan lopen en het ziet er echt wel heel mooi uit. En dat is naast het meest bekende hotel hier in Dubai. Je ziet hem net niet goed, er zit hier achter de bomen. Oh, het meest bekende hotel. Nou, daar staat het wel een beetje onbekend, toch? Een van de bekende hotels. Een van de bekende hotels. En ik neem jullie mee, het is weer bijzonder warm. Eigenlijk stond er een museumtrip op de planning vanochtend, maar die bleek dicht te zijn. En eigenlijk ergens ook wel lekker, want het is echt zo warm. Oké, okay, nou, een paar uur later en wij zijn opgehaald door onze taxichauffeur. En je raadt nooit waar ik nu sta. We zijn nog lang niet op de bestemming. Maar kijk, hier achter mij is de woestijn. Wij zijn gewoon midden in de woestijn. Onze driver is nu de banden aan het leeg laten lopen, want dan gaan we een stukje off-road. Is super cool, ik ben zo benieuwd naar dit alles. En dan als de zon onder is, gaan we daar eten. Je kan hier op de schommel en je kan daar snowboarden, maar dan anders. Zo nice. En nu hebben we een lekker drinkje besteld. Thank you.
alles wat wij lekker vinden staat hier op tafel. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, onze allerlaatste dag. En we zijn nu onderweg naar het ontbijt. En daarna gaan we lekker de hele dag naar het strand, naar Kite Beach. Nou, we hebben gegeten. We hebben even snel een eitje ontbeten. Oh, ik krijg deze deur zo slecht dicht. Want we gaan naar Kite Beach. En daar gaan we lekker de hele dag chillen. En we hopen ook een wateractiviteit te kunnen doen daar. Dus misschien iets van jetski tour of zoiets. En vandaag is een hele speciale dag. Want vandaag zijn Jus en ik 4 jaar samen. Dus het is een hele mooie plek om dat te vieren met elkaar. En ik heb Jus een fotoboek gegeven. Zal ik jullie even laten zien? Toen wij 2 jaar samen waren, heb ik ook een fotoboek gegeven. Ik geef altijd om de 2 jaar een fotoboek. Want dan is hij lekker dik. En ik ga natuurlijk niet alle foto's met jullie delen. Want dat had jullie hebben leegstaan. Maar... heel leuk. Hi, likey. En het boek van 2 jaar was dus precies hetzelfde, alleen dan een andere foto op de voorkant. Aangekomen op Kite Beach. Echt mega leuk ziet het eruit. En hier ook kunnen we dan lekker eten. Jetski hier. En nu is er echt heel stom, maar onze GoPro die heeft het begeven, tenminste de stok ervan. Dus we kunnen niet filmen op de jetski, maar kan jullie wel even meenemen met hoe het er hier uitziet. You want to, please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. We heel lekker op het strand gelegen en gejetskied. Dat hebben jullie natuurlijk gezien. De meneer die met ons meeging, die heeft dus alles voor ons gefilmd. Tenminste, die heeft even wat shots gefilmd. Echt super cute. Nu zijn we op ons eten aan het wachten. En dan gaan we gewoon weer terug naar ons plekje op het strand. En dan, hoe laat is het nu? 2:15, 3:15, 4:15. Nou, kunnen we zeker nog 2,5 uur op het strand liggen. En het is echt water in, liggen, water in, liggen. Want het is gewoon echt bloedje heet, hè? Nou, doe maar hoor. Doe maar weer luxe. Doe maar weer lunch. En we liggen weer lekker op het strand. Zo lekker. Ik kan niet echt veel meer naar voren, want er liggen zoveel mensen voor me. Maar het is in ieder geval heel erg chill. Nou, doei strand. Je was zo lekker. We gaan weer naar het hotel. Bepakt en bezet. Wij zijn weer helemaal aangekleed en opgekalfaterd. Want wij zijn bij The Point en dat is op bij de kermis. En dat is op Palm Island. Nou, en dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat is gewoon het eiland wat bij Dubai zit in de vorm van een palmboom. En vanaf hier hebben we echt heel mooi uitzicht. En ik zal het jullie laten zien. Nou, je raadt het al, maar ze zitten weer te eten hoor. Ja, hoor. Jeetje, Mina. Wow. Oh, de fontein gaat weer aan. Oké, het is 5:55 of zo. Iets 5:10. En we gaan naar het vliegveld. Maar toen bedacht ik me eens dat ik helemaal nooit heb gevlogd hier. Dus ik ga jullie even een speedroom toegeven. Komt ie. Nou, hier kom je binnen. Heb hier 2 spiegels en daarin zit een walk-in closet. Ideaal. Hier links badkamer met daar een wc en daar een douche en een bad waar we heel graag in wouden zitten. Niet gedaan. Kingside bed. Mega chill. Nou, voor de rest gewoon helemaal netjes. En het uitzicht hebben jullie natuurlijk wel gezien. Super mooi. Dus likey likey. Nu op naar het vliegveld. Dus dit was ook meteen het afscheid van de kamer. Nou, wij zijn weer in het koude Nederland. En het is echt bizar. Gewoon 30 graden verschil. Want het is hier dus 0 graden. Ik hoop dat jullie deze vlog heel erg leuk vonden. En ik zie jullie heel snel weer. Doei doei.